In de volgende stappen tonen we hoe de conversie van het Belgische bankrekeningnummer verloopt. Dit zal de rekeningnummers van leveranciers, klanten, maar ook eigen bankrekening converteren naar IBAN en BIC en het exportprotocolcode invullen. U heeft van ons twee bestandjes ontvangen, een FOP-bestand en een CSV-bestand. Deze bewaar je best op je computer. Het conversierapport heeft als nummer 50.007. We kijken eerst na in de database of dit rapportnummer al niet bestaat, om te verhinderen dat we een bestaand rapport overschrijven. In Navision kies Extra, Object Designer, Report. We zien dat het rapport met ID 50.007 al bestaat. In dat geval vragen we aan Astena om een rapport te bezorgen met het eerste vrije nummer. Dit kan bijvoorbeeld zijn 50.008. Om het rapport te importeren, kiezen we Bestand Import en navigeren we naar de plaats waar we het bestand hebben bewaard. Selecteer het bestand en kies Open. In het volgende scherm kiezen we Nee om door te gaan. Controleer of er een vinkje staat bij Nieuw object en Create bij Actie. Klik op OK om te importeren. Een bevestigingsscherm wordt getoond. Het conversierapport zal de bankrekeningen voorstellen waarbij de valutacode leeg is ofwel op EUR staat ingesteld. Als we bijvoorbeeld kijken naar de bankrekening van leverancier CBO, de valutacode bij deze bankrekening is leeg. Dit wil zeggen dat de bankrekening zal worden geconverteerd. In de volgende stappen runnen we het rapport. Selecteer het rapport en kies Run. Bij bestandsnaam navigeren we naar het tweede bestandje dat werd bezorgd. Dit is het CSV-bestand. De conversie gebeurt in drie delen. Eerst worden de banken van de leveranciers voorgesteld om te converteren, daarna de bankrekeningen van de klanten en als laatste onze eigen bankrekeningen. Via markeren, dit doen we via Ctrl F1, kunnen we aanduiden welke bankrekeningen mogen worden geconverteerd. Als we de bankrekening hebben geselecteerd of gemarkeerd via Ctrl F1, klikken we op SEPA boeken. Daarna worden de bankrekeningen van de leveranciers voorgesteld. En vervolgens drukken we terug op SEPA boeken. Als we nu terug gaan kijken naar de bankrekening van leverancier CBO, zullen we zien op het tabblad Transfer dat de IBAN en BIC-code werden ingevuld en ook het exportprotocolcode staat ingesteld op SEPA. Dit is gebeurd voor alle
bankrekeningen van alle leveranciers en klanten en ook onze eigen bankrekeningen.